We hebben een mooie uitkijk zo op de ingang. Van harte welkom hier in de Grote Kerk, beste mensen. We gaan maar van start, want we moeten tegenwoordig werken met shifts. En jullie zijn in onze eerste ronde. Dat zijn natuurlijk de allerbelangrijkste gasten, dat begrijpt u. Ja, mijn naam is Gert-Jan de Koster, ik ben trotse directeur van de Grote Kerk. En van harte welkom hier op deze mooie plek. En ik zie net dat de zon mooi naar binnen schijnt, dus, en dat is eigenlijk het mooiste zicht. De Grote Kerk, een plek van inspiratie, een plek waar kunst, cultuur en historie samensmelten. Een eeuwenoud gebouw vol met bijzondere verhalen. En wij willen graag in dit verhaal een nieuw hoofdstuk toevoegen. En dat nieuwe hoofdstuk is de kerkmeester. Beste Volkert, en net zag ik je. Ja, Volkert, je zit daar. Ja, met je manager. Daar is Volkert, die zit met zijn manager daar. En ik heb de toestemming voor de manager om Volkert aan te spreken. Namens de Grote Kerk en namens onze samenwerkingspartner CBK Zeeland wil ik je heel erg bedanken. Bedanken dat jij onze eerste kerkmeester bent. De connectie met deze plek. Ik voel dat jij deze connectie hebt met deze plek. En wat een bijzonder en indrukwekkende installatie kunnen we wel stellen. Het is echt magnifiek. Geïnspireerd door de historie van de kerk en de diverse symbolen en de betekenissen, die komen bij elkaar in jouw werk. En dat klopt eigenlijk precies bij wat voor impact wij willen creëren. En dan krijgen we een heel mooi verhaal van onze visie. Een actieve en inspirerende bijdrage aan de ontwikkeling van het culturele en toeristische klimaat van de gemeente Veren, Walcheren en de provincie Zeeland. Een breed publiek te laten beleven en te laten inspireren met hoogwaardig aanbod van internationaal en nationale kunst- en cultuuractiviteiten. In combinatie met bijzondere verhalen van het verleden, heden en perspectief naar de toekomst. Vanuit een stevige basis, in verbondenheid met Veren en Zeeland, inspireert de Grote Kerk elke bezoeker en voorziet hen van nieuwe verhalen en belevingen die vragen naar meer. Nou, ik zou zeggen, dat is toch wat dit doet. Naast jou wil ik heel graag ook ons team en onze samenwerkingspartners bedanken. Katrien, Bianca, Pleun, Karin, Dens. Dens heeft hier 23 meter hoog samen met Volkert onze hele mooie boten opgehangen. Hè, de scheepsmodellen. Dus. Maar onze subsidiënten en sponsoren, zonder hun bijdrage is het natuurlijk allemaal niet mogelijk. Dus Mondriaanfonds, PBD Cultuurfonds, Provincie Zeeland en de gemeente Veren, hartelijk dank voor jullie support. Nu zeker in deze tijd. En dan nu wil ik een bijzondere meneer naar voren halen, Ernst Veen, initiator van de Grote Kerk Veren en de plannen. Even voor de goede orde, we werken dus met twee shifts. Ja, nu met corona, met COVID. En we zien helaas de cijfers stijgen. Hou mijn hart vast. Naast de Grote Kerk run ik ook nog een poppodium. Dus het is echt, we zien echt de weerslag in de cultuursector. Maar probeer rekening met elkaar te houden. Hou 1,5 meter afstand. Anders ga lekker zitten in Café Japie. Daar kan ook straks met een drankje. En om 16:15 krijgen we nog een nieuwe groep. Dus dan om 16:15 kunt u weer de wijde wereld in en dan kunnen wij de nieuwe groep ontvangen. Dank voor jullie aandacht. Ernst. Nou, even kort, Ernst Veen, inspirator van de Grote Kerk. En we zijn heel blij dat jij hier bij ons wil zijn en dat je even een woordje wil doen. En ik ben ook blij om hier weer in dit gebouw te komen. Een gebouw waar ik vele herinneringen aan heb, die teruggaan naar het verre verleden, maar ook zeer recent. Maar allereerst, kerkmeester van Veren. Dames en heren, vrienden van de kunsten en vrienden van de Grote Kerk. Ook, ik mag denk ik zeggen, welkom in dit bijzondere gebouw. En wat is het toch heerlijk om in deze onwezenlijke tijd waarin we leven, dat we één ding zeker weten, de kunsten zijn niet te stoppen. De creativiteit gaat door en zie daar wat hier hangt. Ik ben daar zeer onder de indruk. De vloot. Ik zei het al, ik heb iets met kerken en dat is ook niet zo vreemd. Ik heb een vader gehad en een grootvader, beide predikant.
Ik heb gewoond met mijn broers en zussen in de pastorie naast een mooie kerk. En met Zeeland ook. De eerste gemeente van mijn vader was Kerkwerve Seroskerke op Schouwen. En daar gingen wij jarenlang met in Zeeland op vakantie. En ik herinner me nog dat ik denk dat ik 6 jaar oud was. Dat mijn ouders mij meenamen en dat ik hier voor het eerst binnenkwam. En ik schijn gezegd te hebben, hier zal de lieve Heer heel tevreden over zijn, over dit prachtige gebouw. Maar later heb ik ook begrepen dat de voorouders, de bouwers, grootste plannen hadden voor de stad Veren. Fascinaties voor kerken heb ik blijven behouden. Ik denk dat het niet voorkomt wanneer ik ergens samen met mijn echtgenoot of met vrienden langs een monumentale kerk kom, dat ik daar naar binnen ga in binnen- en buitenland. Laat ik ook nog even zeggen dat ik altijd een ergernis heb dat in Nederland eigenlijk alleen maar op de zondag kan, maar in het buitenland is daar ook de kerk is open door de week. En ook afgelopen zomer hebben wij een tocht gemaakt langs kerken in Chartres, Vézelay en Fontenay in de Bourgogne. Chartres ligt ook niet in de Bourgogne, maar dat is een feest. En dat is ook in mijn verdere loopbaan toen ik in 1980 een advertentie zag staan in de Nieuwe Kerk, waar de Nationale Stichting de Nieuwe Kerk op de Dam in Amsterdam, die had net de kerk overgenomen van de hervormde gemeente, want die had laten weten dat zij die kerk niet meer voor de eredienst konden gebruiken. En toen dreigde, en het gebouw was al 20 jaar dicht geweest, toen dreigde dat dit gebouw incidenteel open zou zijn. Nou, een aantal particulieren hebben toen opgericht de Nationale Stichting Nieuwe Kerk met het idee, dit gebouw moet een functie krijgen in onze samenleving. En de advertentie stond daarin met de taak dat er een zinvolle herbestemming gevonden moest worden voor die kerk. Ik heb daarop gesolliciteerd en zeer tot mijn genoegen hebben ze mij gekozen. En ik heb daar 30 jaar aan mogen werken met een klein en fantastisch team, zoals het team hier ook klein, maar fantastisch is en vol enthousiasme. Een uitdaging om van die nieuwe kerk een open huis zonder drempels voor maatschappelijk-culturele activiteiten. Een plek om kennis te maken met andere culturen en via de kunsten en wereldgodsdiensten. Ik denk dat ik mag zeggen dat die nieuwe kerk zijn plaats veroverd heeft in die stad waar zeer veel culturele aanbiedingen zijn. Maar er zijn zo'n 400.000 à 500.000 bezoekers komen jaarlijks naar de nieuwe kerk. In de goede tijd natuurlijk, dat begrijpt u. En dat was het, de tentoonstelling die daar georganiseerd werden, was natuurlijk een samenwerking met musea over de hele wereld. En dat was ook één van die musea, was de Hermitage in Sint-Petersburg. Er zijn 4 grote tentoonstellingen in de Nieuwe Kerk geweest. En daar is uiteindelijk een samenwerking ontstaan. En het idee is om naar boven gekomen om het gebouw, de Amstelhof, aan de Amstel, wat leeg stond, een verpleeghuis voor 300 jaar, dat moest een nieuwe bestemming hebben. En dat is dus nu de Hermitage Amsterdam. In die nieuwe kerk, naast concerten en tentoonstellingen en debatten, hebben wij ook geïntroduceerd het fenomeen kerkmeester. En daar was de eerste kerkmeester, was Krijn de Koning, de couturier Mart Visser en Jan Fabre. Zij hebben de vrijheid gekregen om geïnspireerd door de architectuur, geïnspireerd door de oorspronkelijke functie van Godshuis, om daar een tentoonstelling of een installatie te maken. En dat waren feesten van activiteiten en van schoonheid. Een uitdaging ook voor hen om niet gebonden te zijn aan de afmetingen van het atelier, om daar werk te kunnen maken zonder de probleem van hoogte of breedte. In 2012, toen ik met pensioen ging, toen wou ik toch nog vanuit de passie die er is voor de kerken om na te denken over zinvolle herbestemmingen. En ik was ook zeer verheugd toen ik in 2012 een telefoon kreeg van een meneer Molenaar, wethouder al hier.
En die vroeg of hij naar Amsterdam kon komen om iets met me te overleggen. En dat was inderdaad de vraag, zou je mee willen denken naar een zinvolle herbestemming voor dit gebouw? En samen met het bureau Xpex in Amsterdam, conceptontwikkelaars voor de kunsten en de cultuur, hebben wij hier onze gesprekken gevoerd en ideeën besproken en ook impulsen vanuit de gemeente Veren en omstreken gekregen om hier dan toch een idee van een podium te maken waarin samengewerkt wordt met instellingen uit de provincie, maar ook uit het hele land. En ik herinner me nog, is dat 2 jaar geleden, de opening met Amsterdam Sinfonietta en 2 jaar geleden na ook met de jongens Jussen, stampvol. En toen dacht ik, ja, dit is het begin. En wat hier nu de afgelopen tijd uiteindelijk langzaam maar zeker. Maar ik denk dat niet alleen Zeeland, maar ook Nederland zal weten dat Zeeland een fantastisch podium erbij heeft gekregen. En dit gebouw, als ik daar echt weer rondkijk, wat is dit toch echt schitterend. En ik ben ook zeer, zeer enthousiast. Mijn grootste complimenten aan Volkert de Jong, die hier iets gemaakt heeft wat ons tenminste, denk ik, allemaal raakt. Over Volkert de Jong zal zo Katrien Kinsberg, die heeft ook het idee gehad om Volkert uit te nodigen. Dus alle credits voor jou. Maar wat hier is, is fantastisch. En ik hoop dat het begin mag zijn van een serie kerkmeesters in de komende jaren. Dat in ieder geval hier zal plaatsvinden. Dat het orkest Amsterdam Sinfonietta, dat hebben ze ook echt definitief in hun plannen staan, dat die jaarlijks terugkomen. En er zijn ook heel veel andere ideeën nog. Laat dit een centrum worden wat omarmd wordt door de bevolking en de bezoekers. En jullie mogen ook, waar gaat het om, dat men trots moet zijn en mag zijn om zo'n fantastisch gebouw in je gemeente te kennen. Ik wens al het beste met Gert-Jan, met zijn staf. En heel veel succes met de verdere invulling van deze invulling voor de bestemming van de Grote Kerk Veren. Dank u wel. Lieve mensen, dank je wel Ernst voor deze schets weer van al die jaren. En Lotje, je zit erachter. Wat hebben we mooie tijden en intensieve tijden meegemaakt om het plan zo ver te brengen. Dat er een stichting was, dat er een directeur gekomen is, dat de plannen verder zijn gekomen. En dat we hier, dat concert van Sinfonietta met de broertjes Jussen. Nou, Irene vergeet het nooit. Irene is mijn dochter. Dus dat was een mijlpaal. Maar dit is ook voor ons een mijlpaal. Zeker voor het CBK. Ik was als kwartiermaker hierbij betrokken. Maar dat is los daarvan. Maar een van de onderdelen van het grote plan was ook de kerkmeester. Waarbij de samenwerking gevonden is met ons, met het CBK. En dat hebben we met beide handen aangegrepen. En ik ga daar kort even iets over vertellen en ook over hoe we Volkert hierbij betrokken hebben. Maar dan wil ik nog even één dingetje ervoor. En dan, want Volkert is ook eigenlijk degene geweest van de gemeente dat we hier stonden en dat René een verhaal deed over het plan. Nou, inwoners van het stadje Veren hebben zo hun eigen eigenaardigheden, maar zomaar overtuigd van het plan zijn ze niet. Maar het is wel Volkert die in zijn flair hier zijn verhaal heeft verteld, waardoor je zag dat het smolt. Dus dank je wel Volkert daar alvast voor. Dames en heren, er zijn gebouwen, ik ga het toch een beetje gestructureerd, want anders wijd ik veel te veel uit. Er zijn gebouwen waarvan we zouden willen dat ze konden spreken. Wat zouden ze zeggen over de geschiedenis die zij aan zich voorbij zagen trekken, waar ze zelf onderdeel van uitmaakten? En welke inzichten uit het verleden zouden we meenemen naar het hier en nu, om de samenleving die we met z'n allen vormen beter te kunnen begrijpen? De Grote Kerk van Veren is zo'n gebouw. Imposant, immens, uniek
en met een roerige geschiedenis. De geschiedenis ga ik hier niet uit de doeken doen. Dat kunt u zien in alle experience die u hier ziet en de verhalen. Maar wel belangrijk is, deze kerk is het eerste rijksmonument. Want het was Victor de Steur die deze kerk van de ondergang heeft behoed door het als eerste rijksmonument aan te wijzen. Hoewel het gebouw dus als belangrijk monument werd beschouwd, zorgde dat nog niet voor een waardige bestemming kreeg. Het schip van de kerk werd in de loop van de tijd gebruikt als stal, opslag van een aannemer, voor de houthandel, feesthal, voetbalveld is het geweest en zelfs een noodstal voor het geredde vee. Het was pas in de jaren 70 dat het een culturele bestemming kreeg. En pas eind vorige eeuw werden deze inbouwen toegevoegd aan de kerk, waardoor het enigszins aangenaam was om hier te werken. Het was toen Ad van der Veer die echt zijn schouders eronder heeft gezet en hiervoor is gaan staan met zijn stichting Nieuwe Muziek. De roerige geschiedenis en de vele functies die de kerk heeft gehad vertellen natuurlijk ook heel veel over het plaatsje of over de stad Veren zelf. En kunst kan een plek als deze een bijzondere rol spelen om het verleden voelbaar te maken. Het verleden is een wereld die van andere mensen is, waar je wel de gegevens over kunt opzoeken, maar die je niet kunt beleven. Kunst is een uitzondering daarop. Kunst is persoonlijk en subjectief, ook als die ontstaan is uit objectieve gegevens. Het kan een brug slaan. Het verleden, waarvan ooggetuigen er niet meer zijn, kan toch persoonlijk en invoelbaar worden gemaakt door kunst die universeel is. In die zin is een kunstenaar ook een soort kerkmeester. Een kerkmeester is een oud beroep die zorgt voor het kerkgebouw. Het onderhoud, de accijnsen, financieel beheer. En in deze ontkerkelijke tijden daarentegen is deze functie in onbruik geraakt. En is de herbestemming van kerken nodig. Dat gebeurt in Zeeland het liefst met behoud van openbaarheid. Want al zijn er minder kerkgangers, de christelijke tradities werken door in de maatschappij en het landschap van Zeeland nu. De kunstenaar kan helpen bij deze kerkgebouwen een openbare bestemming te geven en de rol van de geschiedenis in het heden te vertalen. Een onderzoekende kunstenaar als Volkert de Jong kan zeker die brug slaan. Tijdens zijn deelname aan de kunstmanifestatie Façade 2017 is zijn interesse voor Zeeland en de Zeeuwse cultuur en geschiedenis gewekt. Zijn werkwijze, als die van een alchemist, werk te laten ontstaan uit materialen, ideeën, alles mengend tot het resultaat dat zowel monumentaal is om in een kerk aan te kunnen en een publiek aan te spreken, als inhoudelijk doordacht om tot nadenken aan te zetten. Gezien de bekendheid van de kunstenaar is dit een manier om dit nieuwe project op de kaart te zetten en kunstliefhebbers van buiten Zeeland naar Veren te brengen. Volker, toch kort even iets over jou. Ik denk dat iedereen die hier is wel jou kent. Maar je bent geboren in Egmond aan Zee. Je woont nu in Amsterdam, maar je bent volgens mij een echte Fries. Recht voor de raap. En je hebt afgelopen jaren, 20 jaar is het inmiddels al, een hele grote bijdrage geleverd aan het artistieke discours van Nederland. Met storm nam jij rond de eeuwwisseling de kunstwereld in. Je had toen ook een tentoonstelling in de Vleeshal in Middelburg. Dus zo lang gaat die geschiedenis eigenlijk al terug. Onder Rutger Wolfsen was dat. Opgeleid aan de Gerrit Rietveld Academie en aan de Rijksacademie had je een flamboyante, maar inhoudelijk zeer gelaagde beeldtaal ontwikkeld van grote ruimtelijke installaties. Gemaakt van peurschuim in zwart en kleuren hadden ze een sinistere eigenheid, extravagant, ruw tegelijk. Met personages waar talrijke verhaallijnen aan gekoppeld waren. Deze driedimensionale historiestukken waren monumentaal van aanpak en uitstraling en gaven vol kunsthistorische referenties, vooral figuratieve kunst, een nieuwe betekenis in het kunstdiscours. Want hoe spectaculair zijn werken er ook uitzien,
Het zijn zijn diorama's van maatschappelijke activiteiten die hij uitbeeldt met historische parallellen. Dat heeft Van de Jong een internationale veelgevraagde kunstenaar gemaakt. Hij won diverse prijzen. De Prix de Rome voor beeldhouwkunst, de Charlotte Kullerprijs. Je hebt solo tentoonstellingen gehad overal over de wereld. Mexico City, Milaan, New York, Parijs, Glasgow. Groepstentoonstellingen overal. En ook artists in residencies van New York, Bergen in Noorwegen, maar ook Bombay. Daar moeten we het nog eens een keer over hebben. Zijn werk wordt vertegenwoordigd, en dat wilde ik hier ook wel zeggen, want ook op de uitnodigingenlijst staat u, door vele internationale galeries, maar hier in Nederland door Fons Welters. En het gaat maar door. Met zijn verhalende aanpak en zijn hele eigen beeldtaal gaf hij een nieuwe wending aan de figuratieve kunst. Kunsthistorici en geschiedenis verbond hij met industriële materialen, ambacht en technologie. Zijn installaties waren groot en werden steeds groter. Maar een aantal jaar geleden kwam je even met piepende banden tot stilstand. Het was te veel geworden. Je besloot een tijd even van bezinning. En juist op dat moment kwam de aanvraag voor façade om daaraan mee te doen. Daar heb je op ingestemd. En tegelijk ook de vraag om hier in Veren een residency te houden. Want dat was het eigenlijk in eerste instantie, de kerkmeester. Om hier actief even de plek, de bezinning, de contemplatie hier te ervaren in de Zeeuwse winden, elementen. Dat is het niet geworden. De tijden en de projecten lopen soms anders. Dus het is een residence geworden. Maar je had ook enkele vertrekpunten in gedachten, voortkomend uit een vooronderzoek. Maar het uiteindelijke resultaat van wat hier hangt heeft een aantal fases gekend. Het is een soort ontwikkeling. Want de Grote Kerk voor Veren is voor jou een behuizing die voorheen voor een religieuze kracht vertegenwoordigde. De vraag voor de kunstenaar is of hij in het ontbreken van oorspronkelijke waarde van deze lege omhulsel een nieuwe artistieke energie kan ontketenen, die iets positiefs kan bijdragen aan het mensbeeld. Dit soort vragen zijn eigenlijk die jou voortdurend bezighouden. Zoals, en ik maak nu even een citaat naar een kunstmanifest wat jij in 2014 schreef, maar ik vind het een prachtig stuk. Kunst is een machtig instrument dat tot voorbij cultureel niveau, tot zowel politiek, economie, religie kan doordringen en mensen en processen kan bewegen. De vormgeving van de realiteit waarin wij leven wordt steeds sterker bepaald door marketingstrategieën van politieke en economische machtsstructuren. Kunst heeft iets ongrijpbaars, is soms moeilijk te plaatsen in dit multimedia tijdperk en dat is juist cruciaal voor de functie van beeldende kunst. Het heeft als belang deze structuren op een verrassende manier bloot te leggen en het publiek inzicht en verheldering te geven en zich beter te kunnen positioneren in de veranderende wereld. Iedereen heeft er behoefte aan een droom, aan een betere vooruitzichten, een beter leven in het algemeen, niet alleen materieel, maar ook intellectueel. Dames en heren, ex foto, waar we nu voor staan, sluit hier naadloos bij aan. Ex foto betekent, het zijn de attributen, de voorwerpen, die worden neergelegd bij heilige beelden of op altaren. En het komt in heel veel religies terug. In havensteden en vissersdorpen is het een traditie om modellen van de schepen in de kerk op te hangen. In deze gewijde omgeving, waar gebeden kan worden voor het behoud van schip en haar bemanning. De rijke maritieme handel en de visserij die vanuit Veren plaatsvond, ligt aan de basis hiervan. En de basis van deze enorme kerk, die zal vast en zeker ook deze traditie hebben gekend. Dat is mij niet bekend, die geschiedenis. En wellicht dat we daar nog eens antwoord op krijgen. Misschien in de tweede gespreks heeft iemand antwoord. Volkert, je geeft hier een hele nieuwe invulling aan. Dit keer geen piepschuim, geen peur, maar paraffine.
verwijzend naar de vele kaarsen die in de kerken branden. Het materiaal verwijst ook naar de vergankelijkheid van het hier en nu. De interpretatie en de verhalen die achter ieder schip ligt, want ze zijn echt alle 25 karakters op zich, geeft hij niet prijs. Dat laat hij aan de beschouwer. Zelf heb ik een hele sterke associatie met de beelden uit de film Het Getij Voorbij. Over het sluiten van het laatste gat in de Veerse Dam. Beelden van het vertrek van de vissersvloot uit Veren. Voor de laatste keer varen ze uit naar het open water. Dank je wel, Volkert. En ik hoop dat u allen er net zoveel van geniet als dat ik het doe. En Volkert. Dank je wel. Ja, en dan hebben we nog een speciaal moment. Barre, kom erbij. Want wij vinden dat bij een kerkmeester niet alleen maar mooie verhalen horen en duidingen, maar ook een object. En wij hopen natuurlijk dat deze kerkmeester, dat jij het begin bent van een proces, kerkmeesters, waar wij dan straks later, als we oud en verstandig zijn, op terug kunnen kijken. Zoiets. En we gaan jou iets overhandigen, want jij bent onze kerkmeester, dus jij krijgt symbolisch... Nou ja, symbolisch de, Barre. Ik ben gevraagd om voor de kerk een kerkmeesterstaf te maken, een soort symbolische sleutel. En die mogen we jou overhandigen. Dus dat, die staat hier om de hoek. Ja, dat zal ik pakken. Ja. Ik voel me wel een soort... Ja. Kijk eens. Hij moet nog een plaatsje krijgen in de kerk. Maar het idee is in ieder geval dat het een soort staf is. En ik kreeg een beetje... Het idee was... Ja, hij is zwaar. Er zitten wel symbolieke elementen in. Ja. Prachtig. Wow. Nou, ik zal de staf met veel... eer dragen en doorgeven aan de volgende kerkmeester. Ja, maar dat is de bedoeling. Je krijgt een inscriptie en vervolgens gaan we hem doorgeven. En mooi, we hopen dat het een heel mooi, mooi verzameld wordt. Zeg ik me ook. Barre, hartstikke fijn dat je dit wilde doen voor ons. Mijn naam staat erin. Ja, er staat die naam in. Het lettertype van de kerk. En hij kan ook ophangen. Straks wordt die klikt hij in de... Ja, mooi. Klikt hij erin. Ja, en hij is echt, hè? Hij is echt zwaar. Ja, hij is zwaar. Ja. De elementen die je in ieder geval ziet is een amethyst. Dat gaat natuurlijk voor reinigen, ook puurheid, maar ook wel de symboliek van verdediging. En dat zit natuurlijk ook wel de kleurrijke dingen in. Maar amethyst vond ik ook wel bij de boten passen eigenlijk. En het hout, dat was ook een beetje de vraag van Bianca van... Nou, mag een beetje Lord of the Rings-achtige elementen in zitten. Dan heb je natuurlijk de goede tovenaar, die heeft het hout. En de kwade heeft het staal. Maar als je dat natuurlijk combineert met elkaar, dan... het goede kan ook niet zonder het kwade. Dus dat past wel een beetje bij elkaar. Zeker Absoluut. Bij veren. Dus, en de verdediging-element zit er natuurlijk in. Daar is veren groot mee geworden. Super. Ik hoop dat die mooi staat hier. We zijn er hartstikke blij mee. Ja. Dankjewel. De anderhalve meter. Volkert, wil jij nog iets zeggen? We hebben zoiets. Ik wil iedereen bedanken voor, vooral voor de mooie woorden die jullie gesproken hebben. En ik word helemaal warm van. ik wil ook iedereen bedanken dat hij naar de kerk toegekomen is. Ik had zelf, vond het best wel spannend. Vanwege corona natuurlijk, dat drukt toch een beetje de vreugde. Maar aan de andere kant denk ik van nu we zo hier allemaal zijn, vind ik het helemaal te gek. En ik denk dat we dat ook nodig hebben om positief de toekomst in te gaan. Vooral ook de mensen die van verre gekomen zijn, bedankt voor de moeite en jullie support. Dat doet me goed als ik weer met het volgende project aan de gang ga. Ja. Bedankt. Nou, super.
Ik zou zeggen, we gaan met z'n allen bij KV Jaapie kunnen we gaan zitten. Daar kunnen we een vaste zitplaats. Daar krijgen we wat hapjes, Bianca. Krijgen we wat hapjes en wat drankjes. Dus pak een vaste zitplaats. Voor de mensen die nog niet de experience hebben bewonderd, je kan volgens mij ook nog even een rondje doen als je maar loopt. Hè? Lopend mag wel. En anders een zitplaats. Hartstikke fijn dat jullie gekomen zijn. En ik zou zeggen, wees welkom in Café Jaapie.